een schuur in het buitengebied van Elst woedde vrijdagmiddag een grote brand. Rookwolken waren in de wijde omtrek te zien. De brand brak rond 11:30 uit en de brandweer wist nog 200 te redden. Maar de schuur kan bijna volledig als verloren worden beschouwd. Iets na 12:30 meldde de brandweer dat de brand onder controle was. Er is asbest vrijgekomen, maar door de gunstige stand van de wind is er volgens de brandweer geen gevaar of hinder voor de omgeving.